Kelly Zeeman, 5-2 winnen vandaag tegen PEC Zwolle. Als je deze wedstrijd een cijfer mocht geven, welk cijfer zou je deze wedstrijd willen geven? Een 8. Een 8. Dat is niet eigenlijk om het spel wat we soms lieten zien, maar dat is meer omdat we woensdag was het heel slecht en lagen we uit de Champions League. En daarom is het zo belangrijk om vandaag dus te winnen. En dat is misschien wel moeilijk voor de... Dat zie je ook in het mannenvoetbal. Dan moeten ze ook weer in het weekend presteren na zo'n uitschakeling. Maar dat hebben we heel goed gedaan met z'n. Ja, want hoe lastig was dat? Mentaal? Ja, mentaal, ja. Je zit er natuurlijk wel heel erg mee. Het is gewoon kloot eigenlijk. Maar vooral de manier waarop. Want we hadden alles in eigen hand. En dan fysieken we het eigenlijk zo uit. Mentaal moet je daar gewoon inderdaad een stap in maken om dat erover te zetten. En ook vandaag kregen we 2 tegenslagen. Want je komt het eerste 20 minuten... Niks aan de hand? Nee, niks aan de hand zou je zeggen. En zomaar 2-1. En dat is toch een klein... Ja, toen werd het wat minder, ons spel. En na de rust begonnen we eigenlijk goed. En toen vloog je er ook zomaar in, 2-2. Ja. Dus dat is eigenlijk ook weer een mentaal iets. En gelukkig hebben we dat zo kunnen draaien dat het 5-2 rond is. Absoluut. Ik ga hem iets eerder inzetten. Op een gegeven moment, er komt een bal, corner voor jullie. En dan? Het staat 1-0. Ja. Wat gebeurt daar? Toen dacht ik eerst, arena deck met die bal van deze. Maar Merel die kopte hem heel goed terug en toen kon ik hem zo binnen tikken. Dat is lekker, hè? Ja. En dan scoor je nog een keer. Weer met het hoofd. Ja, die eerste was met voet. Ja. Klopt. Ja, dat was korte corner. Anna die schoot hem weer voor. En volgens mij ging hij zo op mijn achterhoofd door naar de lange hoek. Ja, 2 goals. En je staat voor het eerst dit seizoen in de basis. Heb ik even opgezocht. Ja. Nou, dan word je ook nog eens Woman of the Match. Hoe lekker is dat? Ja, dat is heel lekker. Dat is lekker, hè? Dan ga je lekker het weekend in, denk ik. Ja. Nou ja, weekend. Morgen om 8 uur verzamelen op Schiphol. Ja, maar wat gaat er gebeuren morgen? Ja, dan gaan we met Oranje naar Oostenrijk. Dan mag je weer melden bij het grote Oranje. Ja. Hoe speciaal is dat voor jou? Ja, dat is toch wel echt een heel speciaal gevoel. Gewoon altijd als je bij het Nederlands elftal bent en als je dat volkslied hoort, dan krijg je altijd gewoon een beetje kippenvel. Logisch. En je wil eigenlijk met Oranje nog een prijs, hè, deze week. Het tv-moment van het jaar. Ja, ik heb het gezien. Waren jullie zomaar? Ja, ik wist helemaal niet dat een prijs was eigenlijk. Maar nu kwam het zo voorbij en je zag al die andere documentaires en programma's die voorbij waren gekomen. En toen stonden wij zomaar op 1. Ja, dus wat dacht je toen? Met een smile achter de tv. Ja. Dacht je, waar is mijn prijs? Dacht je dat niet? Ja. Ik weet het niet. Het was niet een fysieke prijs of zo. Die we nee. Maar het is sowieso al de eer dat we dat heel Nederland dat het mooiste moment vond. Absoluut. De Eredivisie staat dus weer op zijn rust. Ja. Weer een weekje. Je ziet in deze competitie, iedereen kan van elkaar winnen. Wat zegt dat over het niveau? Nou, dat het wel sterker wordt. Dat kan je wel concluderen. En vrijdag Twente natuurlijk ook weer puntjes verloren tegen PSV. Dus ja. En vorig seizoen en het jaar ervoor was het toch meestal wel. Als de wedstrijd afgelopen was, ging ik meteen kijken wat heeft de rest gedaan. En dan wist je van tevoren wel, nou, die en die zullen wel winnen. Maar het is dit jaar misschien toch iets anders. Ja, en jij zegt het niveau wordt beter. Hè? We worden eigenlijk groeien we dichter naar elkaar toe. Ja, dat is dat meer. Ja, waar ligt dat aan, denk je? Ik denk toch dat clubs misschien vaker in de week gaan trainen en meer topsportcultuur eromheen bouwen. Dus dat is alleen maar beter voor de competitie. Ja. En beter voor het individu. Absoluut. Mooi gezegd, Kelly. Hey, je zit erop. Je zit op interview. Vind ik mooi. Hey, tot slot, dan laat ik je lekker met rust. Na Nederland kom je weer terug bij de club. En dan speel je een derby tegen VV Alkmaar. Hoe bijzonder is dat? Dat is eigenlijk de eerste keer dat we tegen VV Alkmaar spelen, want het is natuurlijk een nieuwe club. Ik zie het toch iets anders dan Telstar, want ik heb er ook één seizoen gespeeld, dus dat zag ik wel echt als de derby. Dus ik moet hier nog wel een beetje aan wennen, maar daar kijken we ook weer naar uit natuurlijk. Ja, wat verwacht je van die wedstrijd? Op een nieuw complex overigens? Ja, je weet dat elke tegenstander tegen Ajax 100.000% geeft, dat is altijd zo. Ik verwacht ook weer gewoon een hele gebrand VVL, maar dat van ons zou willen winnen, maar daar gaan wij natuurlijk wel een stukje voor.
versteken. Absoluut. Tot slot, volgens mij krijg je als je Lady of the Game wordt, of vrouw van de wedstrijd, hoe je het wilt noemen, krijg je bloemen. Ja. Aan wie gaan de bloemen uitgereikt worden? Ik wilde het eigenlijk gewoon in mijn huis zetten, maar nu ik 10 dagen weg ga, moet mijn vriend op de planten passen, dus misschien geef ik het wel aan mijn moeder.